Oh, ik heb mijn koptelefoon nog op. Dit is PSS Echo. Nou, een minuut te vroeg, maar dat kan. Alvast is Echo voor de Diesta-ronde en ik ben niet zo goed bij stem en ik heb weinig tijd. Dus het begint alweer goed. Ik heb wel iets voorbereid. Dat dan toch weer wel. Jawel. Nou, ik ga zo beginnen. Over 20 seconden of zo. ON5 CDG gezien. En storm zie ik ook. Maar ik ben zelf in de lucht. Het is PSS Echo. Ja, goedenavond. John, wat golf heeft volgens mij wel prima. Luister lekker mee, zoals gewoonlijk. Het is Oscar November 5, Charlie Delta Golf, portabel. Via de hotspot. Ja, wil je is dat bij me eens een keer? We spelen een Whiskey Charlie Alpha. PD1 HPB. Goedenavond, John. Dit gaat allemaal super snel. even kijken hoor. Dit krijg ik allemaal niet eens zo snel genoteerd. Even zien hoor. JJC. WCA. APB. Ik was nog allemaal wat andere dingen aan het doen. Even kijken hoor. Dus wat, wie hebben we? 5CDG. FRL. PA2JJC, PA0WCA, P1HPB, dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Diesta-ronde. Zijn er nog meer inmelders? Ja, goedenavond, dit is Papa Alpha 4 Fox, Mark Juliet. Goedenavond allemaal. Ja, Frans, ook goedenavond. PA6 Echo. Heb ik naar de chat standby staan om de eventuele inmelders daar nog te kunnen achterhalen. Even zien hoor. Ja, Rob, ook goedenavond. PA11301. Dit is PSS Echo. Ik had ietsje voorbereid, maar niet zo heel veel. Maar ik vind het wel een opmerkelijk bericht. Ik wist dat nog niet, want ik hoorde het vandaag via Australië notabene. Bij de recente overstromingen in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen in België zijn 30 radioamateurs bij de hulpverlening betrokken. In de vroege ochtend van 16 juli kwam het politiegebouw in Waveren, inclusief de Tetra-antennemast en de computers, volledig onder water te staan. Deze antennemast is van cruciaal belang voor het nationale Tetra-systeem van Astrid, vergelijkbaar met C2000 in Nederland. Waardoor het werd dus gebruikt door brandweerlieden, medici, politie, civiele bescherming, leger en crisiscommunicatie. Er waren ook verschillende lokale overstromingen in Luik, Luxemburg en Waals-Brabant. Hier kwamen de ham radio vrijwilligers goed tot hun recht. De hulpdiensten riepen hun hulp in en er werden ongeveer 30 vrijwilligers ingezet in de provincies. Ze verbonden brandweerkazernes, ambulanceposten, ziekenhuizen, inclusief medische hulpdiensten, de hoofdcommandopost in Waver, gouverneurscentrum en het multidisciplinaire veldcommandopost en de nummers 112 in Bergen met elkaar. Zo zie je maar. Tot voor kort werd er geroepen, ook door ons eigen agentschap Telecom, dat er voor de amateurs helemaal geen rol meer weggelegd is. Want de huidige communicatiesystemen die werken zo betrouwbaar dat we de amateurs niet meer nodig hebben. En wat dacht je wat? En het is niet iets om je vrolijk over te maken. Dat dan ook weer niet. Goed. Hoe gepast om de microfoon naar België te geven meteen. Even mijn log weer voor me hebben. ON5 Charlie Delta Golf. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Diesta-ronde. Ja, goedenavond aan iedereen. ON5 Charlie Delta Golf vanuit Wetteren, België. Ligt tussen Gent en Brussel. Maar ik moet er direct terug onderuit. Ik word hier verwacht. En ik wou toch eventjes een testje doen en bij deze test geslaagd, denk ik. Succes met de ronde. Terug aan jou, PA6 Echo John van Oscar November 5 Charlie Delta Golf Portabel. Roger, hartstikke goed. Ik ken Wetteren een heel klein beetje. Ik ben er één keer geweest om iemand te interviewen voor het blad van Veronica.
Ja, nou, hartstikke leuk dat je je meldt. En hopelijk ben je de volgende keer er ook weer bij. Microfoon vervolgens, even kijken wie is de volgende op de lijst. Ja, Storm, die nam het woord al, maar ik geef je toch nog even. Hoe staat het met de experimenten op 70 MHz, Storm, van PSS Echo? PSS Echo, de groep op golf 5, Foxtel Romeo Lima. Ja, toevallig dat ik gisteren uit het niets nog twee van mijn nieuwe landen heb gewerkt. In Tsjechië en Slowakije. Vroeger was het één land, tegenwoordig zijn twee landen. Dat kwam even uit het niets kwam het opzetten. Terwijl het 70 MHz antennetje toch erg laag staat. Achter een muur, onder het dak. En het werkt in ieder geval. Zo af en toe heb ik hem even bijstaan. Als ik niks anders te doen heb, dan luister ik op vier en dan... Laat ik het lekker op mee afkomen. Zo af en toe eventjes een CQ eruit gooien. Anders, als iedereen alleen maar luistert, komt er natuurlijk nooit wat van. PSS Echo van Papa Golf 5, Foxtel Romeo Lima. Ja, het lijkt haast wel of de activiteit iets aan het toenemen is. Of de belangstelling in ieder geval. Ik heb de afgelopen tijd, waaronder vandaag, weer enkele 70 MHz apparaten verkocht. Lange tijd liep dat niet zo heel erg, hoewel ik van de importeur begrijp dat de apparaten wel gewoon regelmatig nog ingekocht worden. Dus ze moeten ook aan zo verkocht worden. Hè? Dus wat dat betreft, maar ik moet zelf een nieuwe antenne maken. En ik moet mijn eigen antennemast eigenlijk een hoog nodig en hoop werk aan doen. Dus, en aangezien mijn oogsituatie nu zo is dat ik weer zwaar mag tillen, heb ik geen smoes meer om me er niet mee bezig te houden. Maar ja, 70 MHz is een van de interessante banden wat mij betreft. Hè. Die is daar ooit nauwelijks. Dat is dan weer aan de andere kant van het verhaal. Jawel, microfoon naar PA2 Juliet Juliet Charlie van Papa Alpha 6 Echo voor de Diesta Ronde. Ja, oké. Okay, goedenavond, John. Ik spreek van je CX Charlie van Juliet Charlie Lima. Wellicht beter bekend in deze ronde. Inmiddels zijn we hier tijdelijk ondergedoken in een berg of zo. Het is ondertussen het jaar, eind van het jaar, dat zal het definitieve goed jaar Steenbergen zijn. Hè. Maar goed, we zijn alweer een beetje aan het inleven in het Nederlands. Tot ik hoorde via DA3 BKL dat er alweer in leven was. Ik heb een aantal maanden geleden geluisterd, maar er gebeurde niks en toen heb ik het maar laten zitten. Maar toch, we genoeg mensen te weer en probeer ik aanwezig te zijn. Ja, zes Echo, dus ZBVJ. Ah nee, ik had van Robert gehoord inderdaad. Ik denk wel, die call die komt me bekend voor. Die heb ik ergens gehoord recent, maar ik wist niet waar. Dus ja, Robert die was op zoek naar jou. En die kon jouw gegevens niet vinden. Dus toen, eigenlijk op hetzelfde moment volgens mij dat ik het uitgevonden had, kwam die er zelf ook op. En toen kon hij weer mailen, dus vandaar. Ja, er is nogal wat gebeurd met de Diesta Ronde. Vorig jaar, ik denk in augustus, zijn Jurgen en ik toegetreden tot het team. Ergens in februari, als ik het goed heb, zijn de twee mensen van het team zijn opgestapt die niet meer zo zagen zitten. Toen zijn Jurgen en ik samen doorgegaan. Maar Jurgen heeft triest genoeg niet één van die gezamenlijke rondes nog kunnen presenteren, omdat hij kort daarop is overleden plotseling. Dus we doen het zonder Jurgen en dat vind ik nog steeds heel verdrietig. Jurgen was een van mijn beste kameraden en dat is voor mij een reden om me echt extra in te zetten voor die ronde ook. Hè. Omdat we het plan samen hadden, dan moet ik het toch ook goed doen. En dinsdag is voor mij altijd een vrij ongelukkige dag om dit soort dingen te doen, maar ik doe het dan toch maar. Hè. ik ben bezig schoorvoetend om een website op te zetten voor de ronde, dat is dstar Delta-Sierra-Tango-Alfa-Romeo.CharlieCharlie. Dus die staan met .CharlieCharlie op het eind. Maar er staan nog niet heel veel, dus dat moet hoognodig gebeuren. Ik heb een paar weken heel druk gehad, omdat ik voor collega's moest invallen de afgelopen weken. En het is nu niet super druk, maar dat ik het vanavond druk heb is mijn eigen schuld. Ik ben vanmiddag in slaap gevallen. Ik had de afgelopen paar nachten erg slecht geslapen en toen... Ik nam even een kop koffie en ik ging even zitten. En toen was het ineens eind van de middag en toen had ik mijn werk niet gedaan. Dus, nou goed, de klanten begrepen het gelukkig. Dus dat is toch ook weer wat. Jawel.
microfoon naar Wim, PA 0 Whisky Charlie Alpha. Die staat onder de SPAF Alpha 6 Echo. Joost, PA 6 Echo, PNOS, ja. Ja, mijn meantime hartprobleempje heb ik een tijdelijke workaround voor. Ik heb wel een mailtje gestuurd naar Amcom, maar of ik een bericht krijg, weet ik niet. Voor degenen die niet weten, ik gebruik een 9700 in thermalmode. En die timed uit na een uur. Nou, heb ik een kleine workaround gevonden met een andere amateur van de week. Die zegt van, nou, zet dan je GPS aan op 30 minuten of zo van een uur. Nou, dat heb ik gedaan, dus ik heb GPS-meldingen aangezet op 30 minuten. En dan blijft de verbinding inderdaad in de lucht, want onder 30 minuten geeft hij automatisch even mijn positie door. Dus wel een aardige workaround. Ja, daarnaast heb ik nog even aanleiding van de QSO met SWX. Heb ik nog even dieper in de packets gekeken van, in het protocol van het hele D-Star gebeuren. Als ik zo kijk, dan is eigenlijk het grootste probleem is jitter op de verbindingen. Bij de buren gebruiken ze een jitter queue. DMR gebruiken ze een jitter queue van 30 milliseconden, oftewel iets van, wat is het, per 20 milliseconden één packet. Dus er zijn een stuk of 15 packets in queue in de reflector, maar het schijnt bij de D-Star niet aan te staan. Dat is ook goed te merken, want ik heb even gekeken in de captures die ik had, dat het jitterprobleem al op die mate wel behoorlijk hoog aanwezig is. Want ik ontvang netjes alle packets natuurlijk, omdat ik gewoon een rechtstreeks verbinding heb met mijn 9700 en de reflector. En toch zaten daar jitters tussen van 60 milliseconden of meer. En dat is funest voor de codec, die kan daar niet tegen. En, dus dat is toch nog wel een aardig dingetje. Als je dan verder in kijkt, dan zie je eigenlijk dat het hele T-Star eigenlijk niet geschikt is voor landengebruik over internet. Het protocol is daar helemaal niet geschikt voor. Maar goed, dat werkt. En daarnaast had ik nog even wat berekeningen aan die reflectors deed van die systemen die ze gebruiken. Dan lijken toch die reflectors undersized te zijn. Want ze moeten namelijk, bijvoorbeeld deze reflector, die heeft op 86 nodes in de lucht houden. En die moeten dus allemaal real-time met dit signaal gevoed worden. En als je dat gaat uitrekenen, dan kom je toch aardig in tijdnood. Niet zozeer omdat het gaat niet om de bandbreedte. Want dat is maar heel weinig, hè. Als je naar de bandbreedte kijkt die Star nodig heeft, en dat voor 100, dat is bij peanuts, dat is geen megabit of zo. Maar het aantal packets is gigantisch hoog, hè, want die codec die vereist namelijk 50 frames per seconde, continu. En dat voor elke verbinding. Dat is een real-time verkeer, en dat vereist nogal wat van je hardware. Ja, een normale PC die kan dat gewoon niet aan, zo voor real-time verkeer. Maar goed, dat is ander aan. Dus ik ben al wat dingen mee opgeschoten. Dus ik vind het wel interessant om dat zo eens even uit te diepen. Daar was ik eigenlijk mee bezig. Ik had wel heel verhaal over afsteken, maar misschien is dat meer voor een technisch praatje. PA6 Echo van PA0 Shower. Ja, ja, nou, je haalt een hele hoop aan. Allereerst de reflectors. De reflector XRF088 heeft altijd gestaan, maar ik weet niet zeker of die daar nog staat. In de serverruimte toenmalig van Access for All en tegenwoordig KPN. En die zit dus direct op de backbone, maar dat is ook niet de gewone PC, hè. Dus dat is gewoon een werkstation. Ik denk een Sun of iets dergelijks, hè. Dus het is wel een snelle jongen. En die speciaal voor dat soort toepassing bedacht is. Dus, en ik weet niet waar XRX 204 op zit, maar DCS 007 die staat vrij zeker bij KPN Broadcasting. Dus het is niet dat het op een PC bij mensen thuis draait, hè.
Mijn eigen reflector die ik een tijd lang gehad heb, draaide dat wel, maar er was nooit heel veel verkeer op. Hè. Er waren nooit meer dan 15 mensen of zo die eraan hingen. Dus dat is één ding. Maar waar je nu naar kijkt en waar je nu je conclusies aan verbindt, dat zijn systemen die door later door zendamateurs aan bedacht zijn. Hè. Dat geldt niet, waarschijnlijk niet voor de terminal mode. Hoewel, nee, je kunt daar niet mee callsign routen. Hè. Als je het callsign routing systeem hebt, dan is dat waarschijnlijk wel goed, een aantal van de dingen die je noemt. Dus onder andere die jitter. Het zou wel eens heel goed kunnen. De spraakpakketten die lopen van reflector naar reflector. En niet via het callsign routing niveau. Het callsign routing niveau wordt wel gebruikt, maar alleen voor de adressering. En als je callsign routing gebruikt, dan gaan dus die. Mijn stem slaat een beetje over, maar dan gaan dus die spraakpakketten die gaan via port 40.000. En niet via. De poorten die nu gebruikt worden. En waarschijnlijk is daarbij de jitter wel goed afgevangen, want dat is in het DSTAR systeem zelf. Dus ik denk dat dat ook om het in te schakelen, dat je dan bij bijvoorbeeld die mensen in Luxemburg moet zijn en niet bij ICOM zelf. Hè. Dus dat vermoed ik hoor, dat weet ik niet helemaal zeker. Het is altijd heel goed om die systemen te scheiden, omdat je hebt het oorspronkelijke DSTAR-systeem en dan heb je meerdere verschillende reflectorsystemen. En dan nog een overkoppelende reflector die ze allemaal kan behapstukken en tegenwoordig ook andere modus aan kan. Dat is heel interessant op zich, omdat dat is typisch iets van zendamateurs, dat mensen die niets met elkaar te maken hebben en hoeven te hebben, toch systemen maken die met elkaar compatible zijn en in een aantal gevallen met elkaar communiceren. Soms door een digitale tweeling in te zetten, hè, als je dat begrip kent. Maar dat is al ongetwijfeld, maar ik bedoel dat meer in zijn algemeenheid. Maar goed, hoe zeg je dat? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik zat net te denken, ik praat te lang. Ik ga me toch nog even terugpakken om de doorgang even goed af te ronden. Ik weet niet hoe goed ik verstaanbaar ben tijdens de piepjes. Hè. Overigens is het altijd heel belangrijk om lange breaks tussen de uitzendingen te laten. Niet alleen in de ronde. Ik doe zelf tegenwoordig een seconde of vier. Je kunt niet voorkomen bij een systeem met reflectors dat je met elkaar dubbel zit. Dat heeft een ingewikkelde reden, maar dat is in ieder geval zo. Zelfs als je 4 seconden wacht, kun je toch zonder dat je daar wat aan kunt doen met iemand dubbel zitten. Dat komt door traagheden uit het systeem. Maar ik zit met PNL SWX vaak in de weekenden te praten, 's ochtends vroeg. Wij werden een keer aangesproken door een tweetal amateurs die er maar niet tussen hadden kunnen komen. Die hadden met samen QSY willen gaan. En terwijl wij ons niet bewust waren van ons geanimeerd gesprek met bijbehorende korte tussenruimtes, hadden zij er dus grote overlast van ondervonden. Dus het is wel belangrijk om die breaks te laten. Bij het inmelden natuurlijk niet, want dat gaat niet. Maar wel als je de microfoon aangereikt krijgt. Hè. Microfoon naar Peter. Bij de 1 HPB, de hele de DSTAR ronde, de Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond. Ik ben John. Ja, iedereen een hele goede avond, hè. Nou, ik kon jou net vertellen van dat je onder werktijd in slaap bent gevallen. Ja, dat is niet heel erg handig. Alleen in jouw geval, zal het niet zo heel veel schade brengen. Ja, ik had vandaag, ik ben reis wel de vrachtwagen natuurlijk. Ja, dat moet je absoluut niet onder je werktijd in slaap vallen. Tenminste, niet als dat ding in beweging is. Ik was vanmiddag lekker een vrachtwagen aan het inhouden vanmorgen. Ik wil nog wel zelf mijn stuur in hangen, hè. Oh, dan hang ik lekker op mijn stuur en ben ik wel relaxed aan het rijden. Maar is toch een vrachtwagenchauffeur die kwam ook voorbij en die gaf een beetje gas bij. Die denkt, hé, die chauffeur lijkt wel in slaap van wat te zijn, joh. Die schat een toetertje, die keek hem aan. Hoe moet jij nou weer op? Ik hoorde hem niet, dus. Ja, en die dacht waarschijnlijk van, die is ook in slaap gevallen. Ja, maar in mijn geval, mocht hij niet in slaap vallen op mijn werk, want dan is hij niet heel erg handig. Dan was dat helemaal niet het geval onder. Ja, ik hang wel eens vaker lekker over mijn stuur heen. Dat ik heel relaxed. Oké, dat eventjes over het in slaap vallen op je werk. Ja, in mijn geval moet ik dat zeker niet doen, John over.
Ja, nee, bij mij is dat inderdaad niet met zulke grote gevolgen. Ik had ook gewoon een pauze genomen. Hè. Ja, mijn stem slaat af en toe over, dus er vallen af en toe woorden weg. ja, maar inderdaad, de gevolgen zijn niet zo groot. Maar ik had wel een klant beloofd om op tijd te zijn. En het is wel goed dat ik mijn track record daar goed houd. Want ik krijg van die klant het grootste deel van mijn inkomsten. Hè. Maar goed, ik heb ook nog een potentieel nieuwe klus aangeboord. Ik ga misschien videoproducties voor een bedrijf maken. Iets wat ik heel lang niet gedaan heb. Ik ben wat meer actief op YouTube, sinds dat mijn ogen gerepareerd zijn, zeg maar. Hè. Dat kan dus ook weer. Zo, kijk, ik zie er nog een kosten en bij staan. Waarvan ik niet zeker weet of dat een inmelder is. Vorige week hadden we dat ook. Maar ik ga die toch even zo de microfoon geven, want je weet me nooit. Maar goed, de gevolgen die waren dat ik vanavond moet doorwerken. Dat ik beloofd heb dat het eind vanavond toch de boel opgestuurd wordt. Ja, mensen zitten vaak in het buitenland, hè, waar ik mee werk. Ik heb soms een hele periode, ik heb pas een tijd voor, kan ik dat vertellen? Nee, dat kan ik niet in detail vertellen. Maar voor een van de fabrikanten van amateurapparatuur gewerkt. Die zitten in Tokio met hun kantoor. En er zitten daar meerdere landgenoten in het kantoor in Tokio. Met wie ik samen documentatie moest opstellen. Maar het was toch handig om de werkdag om 1:30 s'nachts bij mij te laten beginnen. Want dan kon ik met de rest van het team, die deels ook Engelstalig was, met het hele team kon ik mee vergaderen. En anders dan hoorde ik achteraf wat ze besloten hadden. Dus, dus in zo'n periode zit ik dan 3-4 weken lang dat mijn werkdag s'nachts om 1:30 begint. Tot 's ochtends vroeg. En dan moet je maar een internetprovider hebben zoals ik toen had. Namelijk de familie Ziggo. Die waren aan groot onderhoud bezig en die schakelden elke nacht om 1 uur internet uit. En toen zei ze, ja, maar meneer, dan vraagt u toch gewoon het geld terug van de uren die wij niet beschikbaar zijn geweest. Ik zei, nee, ik wil gewoon mijn werk doen. Hè. Maar gelukkig had ik 2 internetaansluitingen, dus ik kom er niet door in de problemen. Maar ik had daardoor wel geen reserve al die tijd. Dat vond ik echt wel schandalig. En er viel niks aan te doen. Ze wilden hoe dan ook niet bewegen. Ze zei, ja, nou, dan dien ik een klacht in met de autoriteiten. Ja, meneer, maar dat duurt ook 1.5 jaar en dan zijn we klaar. Ja, nog een reden om je niet aan de wet te houden. Ik zei, nou, kan jullie wel een forse boete, maar dan waren ze niet van onder de indruk. Ik bedoel maar, kleine frustraties uit de tijd dat ik een breedbandaansluiting had. Microfoon naar Frans, die ook wel eens met internetverbindingen worstelt. PD4 FMJ, die staat rond. Oh nee, wacht even, ik had nog een inmelder gezien. Een mogelijke inmelder, dat is PA7MB. Was het inderdaad voor de Diestaronde? PA7MB, dus Papa Alpha 6 Echo. Oké, prima hier. Goedenavond. Ik spreek Alpha 7 Mike Bravo. Mijn naam is Marcel. Een tijdje geleden, denk ik, meld me maar weer eens in de D-Star ronde. Dus vandaar joh. Eigenlijk vanuit de woonkamer even met de Icon portefeuille. Dus vandaar. Nou, het komt allemaal heel goed overheen. Allemaal goed verstaanbaar. Dus bij deze. Goed, microfoon dan maar even terug naar de rondeleider. Ik heb niet genoteerd wie dat was bij deze excuus. Maar iedereen verder een hele goede avond vanuit Voorburg. Hè, van PA7MB, oftewel Marcel Gadgen. Ja, Roger, Marcel, welkom. Opnieuw. Van Papa Alpha 6 Echo. Ik heb 2 callsigns. Ik ben ook bekend als PNL ETE. De laatste jaren gebruik ik nagenoeg altijd Papa Alpha 6 Echo. Naam is John en ik woon in Amersfoort. Hè. En ik werk met een ID31 oude stijl. Op het is geen repeater, het is eigenlijk een hotspot. Maar ik noem het altijd een repeater, omdat er ook een analoge repeater onder dezelfde call is. En die staat 3 meter bij mij vandaan. Maar wel met antenne op het dak en 37 watt oud. Jawel. Eens even kijken, de microfoon die ging naar Frans. PD4 FMJ, dus Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond. Het is Papa Alpha 4 Foxmark Juliet. Ja, ik weet het, John. Je hebt het ontzettend, ontzettend druk. Maar misschien de volgende keer toch even de ronde wat eerder sturen. Zodat ik hem op de site kan zetten, als je wilt. Ja, ik zeg nogmaals, ik weet dat je het ontzettend druk hebt. Maar probeer dat zo goed mogelijk te houden als je het kan. Dat was eigenlijk even mijn intrek.
Ja, ja, maar het moet kunnen, Frans. Het ging gewoon niet. Gewoon echt, ik word nu op bedoel, dan gaat het van mijn nachtrust af. Dat gaan we niet doen. Ik ben al blij dat ik op elke dinsdag er gewoon kan zijn. En soms gaat het snel, soms gaat het niet. Ik heb vorige week, volgens mij heb ik dan wel, ja, vorige week heb ik wel mijn radioprogramma op woensdag gedaan. Maar de week daarvoor, vanwege drukte, ook mijn radioprogramma in de VS gewoon niet gedaan. Dat is mij ook al een kort itempje, maar ja, ik had gewoon geen tijd. Ik heb een, in een uitzending ook een item met nieuws over onder andere ons hobby. En ja, gewoon niet kunnen doen. Dus ik bedoel, ja, dat gaat toch nog wel voor op de opname. Hè. Maar ik doe mijn best. En om het goed te maken staat hij ook op YouTube, hè, de ronde van vorige week. Ik heb trouwens niet gecheckt voor deze ronde of die wel op opname staat. Dat is natuurlijk niet al te slim. Ja, dan zit ik me af te vragen, mag ik die PA3 op de chat, mag ik die ook, die ook in Limburg zit, mag ik die ook noteren als inmelder of wil die anoniem blijven? Oh, wacht eens even, hij kan niet meeluisteren, zegt hij. Ofwel, nee, ik loop achter, nee, ik kon hem wel horen. Dit is voor iedereen cryptisch. Nu zie ik nog iemand die ik niet als inmelder gehoord heb. Maar die wel in de lijst verschijnt, dat is PD2 Tango Kilo. Dit is van Alpha 6 Echo. Is dat voor de Diesel-ronde bedoeld? Nou, dat is waarschijnlijk iemand die alweer zijn GPS even wil doorgeven. Even kijken, ik ga nog even kijken of er nog meer inmelders zijn. Dat is natuurlijk wel handig. Even kijken waar ik mijn Excel bestandje heb. Dat is ook wel handig. Oh, dat is het verkeerde Excel bestandje. Hier dus. Goed, zijn er nog inmelders? Dit is Papa Alpha 6 Echo. Papa Alpha 4 Delta, ik zei je luistert gezellig mee. Iedereen een goede avond. Papa Delta 2 Tango Kilo vanuit het zonnige Zeeland. Ah, kijk aan. PD2TK en PA4DX genoteerd. Maar 4DX die wil alleen maar meeluisteren. Tenzij het over 3D-printers gaat, denk ik. Hi. Dat is vorige week. Maar ik heb Robert niet waargenomen. Die hebben er wel voor nodig. Hoewel Frans die kan ook wel een deuntje meeblazen. Nou, dan gaat hij naar de PD2TK van PSS Echo. Ja, Frans. Goedenavond, John. PA6 Echo. Papa Delta 2 Tango Kilo en alle andere amateurs en luisteramateurs, allemaal een hele goede avond. En ja, leuk om even mee te luisteren, John. Ik zat er toevallig aan staan en ik heb vandaag eventjes de Blu-ray voor Windows weer eens eventjes een nieuwe versie erop gezet van PA7 Lim. Om nog eens even kijken of de andere 3000 stick nog steeds werkt. En dat, ik neem aan dat het allemaal prima werkt en dat het audio en zo ook allemaal naar behoren klinkt. Oké, microfoon retour, John. Leuk om even te luisteren naar deze ronde. Het is Papa Delta 2 Tango Kilo, microfoon retour naar Papa Alpha 6 Echo. Ja, nee, ik moest over jouw naam nadenken. Ik dacht dat Marcel was, maar het is Patrick. Maar ik ben zo wie ik voor me had. Ja, het wordt leuk om jou te horen, zeg. Jazeker, volgens mij zat je vroeger in Almere, hè? Maar ik weet dat je ook verhuisd was. Maar ik wist zelfs je achternaam nog, al in je voornaam niet. Dus dat is vrij. Maar je stem die klinkt zo herkenbaar, ook via Diesta, dus dat is wel grappig, hè? Ja, nou leuk. Eens even kijken, ik ga naar de volgende op de lijst. Ja, dat is Jan, voormalig Portugal, PA2 JJC van Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, prima. Ja, ik zal even mee geluisteren. Ik heb eigenlijk niet zoveel bijzonderheden. Met de aanbidden, dat is makkelijk zo voor mij. Zeker op een tijdelijke woonplaats, daar is het nog helemaal niet aan de orde om een antennetje te verzinnen, 2 of 7 of wat ook. Dus ik heb er wel met die JZF-3 en met dit gebeuren, dus ik ben er helemaal bij, John.
Oké, okay, ik denk dat je vergeet de PA4DX. Ik bel je op PA6 Echo. Zit op PA2JC. Ja, nee, de Jurgen die was altijd zo dat hij iedereen de microfoon gaf. Als, ook al zeiden ze, ik wil me alleen voor de lijst inmelden. Maar ik heb ook PG5 FRL niet de microfoon gegeven. Want ik weet dat Storm ook al wel, ik zou het kunnen doen. Misschien is hij over 70 megas niet uitgepraat. Maar dat zijn de mensen die melden zich voor de lijst alleen. Hè? Dus dan ben ik beleefdheidshalve, geef ik de microfoon maar niet. Want vervelend is als je ze wel geeft, dan denken ze de volgende keer van nou, laat ik maar niet doen, want ik heb geen zin om heel uitgebreid het woord te doen. Hè. Ik heb liever dat mensen zich inmelden, ook al is het maar heel kort, want dan lijkt het tenminste nog wat die ronde. Hè. Want je kunt best wel 100 luisteraars hebben, maar als er dan maar 3 mensen zitten te praten, dan als er maar 3 mensen op de lijst staan, dan lijkt het helemaal niks. Maar als je het dan op de lijst kunt zetten, dan luisteren 100 mensen mee, dan is het toch een forse diersta-ronde geweest, hè. Hi. Goed microfoon naar Wim. PLWCA, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, PL6 Echo, PLWCA. Ja, ik heb wel wat aanmerking op jou gekocht. Het technische gedeelte. Ja, ik ben wel op de hoogte van hoe de telecom providers in elkaar zitten. Hè. Dat is voor de groeitijd en vorige werk. En ook met pensioen. Dus ik snap wel dat ze B-service gebruiken en dat soort dingen, maar dat is het probleem niet. Maar die codec die D-Star gebruikt, en de andere ook, die is nogal kritisch. En eigenlijk verwacht die codecs eigenlijk huurlijnen, want dan werkt het wel goed. Maar dat hebben we niet, en ook al heb je een B-server of wat andere dingen dan ook. Het internet, daarvan is de jitter, is gewoon hoog. Daar kan je gewoon niks aan doen. En het protocol heeft daar geen mogelijkheden voor. En je hoort het ook, hè? Je kan het horen als je goed luistert. Er zijn heel veel stations die hebben behoorlijk wat jitter erop zitten, dat hoor je gewoon. En sommige wat minder, dat hangt een beetje van de verbinding af. En er zijn een aantal die net verbinden binnenkwamen, dat is wel leuk van die 3700 werkt. Die geeft ook aan als er een bepaald percentage packets los zijn op de verbinding. Dus als een aantal dus een drempel overschrijden. En bij een aantal zag ik dat ze nu net toch wel voorbij komen. En dat kan je ook goed horen dan. Dus die codex is gewoon niet robuust. Maar goed, daar kunnen we weinig aan doen, maar zullen we totdat we wat beters hebben. En daardoor krijg je natuurlijk ook die stemvervorming en die robotachtige geluiden. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Maar die NQ-site die ontbreekt, ja, dat zit schijnbaar niet in die D-start. Sommigen hebben zelfs die Q op 1 seconde staan, dat is wel lang. Vandaar die tussenpauzes tussen de stations. Maar voor dat is voor DMR. Maar zoals we werken nu kan zien, is D-start geen jitter-Q. Dat is wel jammer. Maar goed, daar kunnen we de hele avond nog aan besteden, aan dit soort analyses. Maar ik wil het even hierbij laten, dan John PNO, of PNO, je moet een keer je oude call tegen. PA6 Echo, die moeten tenminste wel gewoon bij een call blijven, dat is veel makkelijker. Van PNO is je. Ja, maar er is eigenlijk niks veranderd. Ik heb alleen een call erbij, hè? Want PNO ETE mag ik gewoon gebruiken. En ik mag daarnaast PSSE gebruiken. Ik mag alleen niet in hetzelfde QSO de 2 calls afwisselen. Dus ik moet me echt uitmelden als PSSE en dan kan ik als panel ETE verder. Maar ja, ik heb panel ETE volgens mij al 3 jaar niet meer gebruikt in de ether. Dus, maar het kan. Ik heb nogal wat calls op mijn naam staan wat dat betreft. Hoe heet het? PI7 ETE heb ik ook nog. En ik heb nog PI3 XTV en PI8 XTV. En dan PA6E en PNL-ETE. Maar PSSE is een bijzondere roepletters heet dat. Die zijn er voor bijvoorbeeld contestgroepen of voor speciale evenementen. Maar het is ook gewoon toegestaan om en ook gewoon de bedoeling van de regeling om dat als tweede call te gebruiken. Dus ja, het maakt natuurlijk niet uit of ik dat nou voor een contest gebruik of voor lokale QSO's, speciale call. En
Ja, ik moet zeggen, in de praktijk is PSSE echt veel gemakkelijker. Dat is echt, dat maakt, je zou denken, het maakt niet veel uit. Ik heb ooit overwogen om PNL ETE te veranderen naar PNL-E, maar dat, ik wilde eigenlijk die oude call niet kwijt. Hè? Dus dat er een kat ongelooflijke stampij te maken hier. Die wil aandacht. Maar mijn kat, want ik heb er tegenwoordig maar eentje. Maar ja, als je dat wilt, zo'n tweede call is gratis. En je kunt die naast je gewone call aanvragen. De enige twee dingen zijn dat je moet er zelf van denken dat je hem ieder jaar verlengt. Je wordt per jaar verleend en je moet hem dan opnieuw aanvragen. Dat moet je niet vergeten. En je mag de speciale call alleen in Nederland gebruiken, dus niet in het buitenland. Daar moet je, in het buitenland moet je je primaire call gebruiken. Maar voor de rest mag je er alles mee. Dus je kunt dat gewoon doen. En je kunt de gekste dingen aanvragen. Hè. Ik heb ooit gehad, toen ik met de mode Tetra bezig was. Tetra is ook waar C2000 mee werkt. Toen heb ik een tijdje de call Papa Charlie 2000 Tango gebruikt. En als je dan zei de letter P, dan heb je C2000 en dan de T van Tetra. Dus de P van Nederland, C2000 en dan de T van Tetra. Dus, en die call.com, die kun je gewoon aanvragen. En je kunt pas wisselen van call als de vorige is afgelopen. Dus als je voor een jaar een call aanvraagt, ben je wel de pineut. Dan kun je binnen dat jaar niet een speciale evenementencall nog gebruiken in plaats van die tweede call. Maar ja, ik vind PSSE echt makkelijker. En ik wil PNL-ETE niet kwijt, dus dit is de perfecte oplossing. Hè? Nou, zit ik even te peinzen waar mijn Excel-bestandje ook alweer achter verdwenen is. Nee, ik geef hem niet aan Storm. Als hij wil, dan mag hij... Oh, dan gaat mijn timer. Ik ga hem nog even loslaten. Microfoon naar Peter, PD1HPB. En ik ga over, nou, ongeveer 10 minuten of zo bij benaderingen ga ik er vandoor. Dan ga ik snel mijn vertaalwerk verder. PD1HPB, de groep, dit is Papa Alpha 6 Echo voor de dienst daaronder. Ja, oké, okay, John. Nou, het is alweer aardig wat voor een aantal inmelders. Ja, het is een beetje rustiger. Ik merk het ook in de DME-ronde. En ook op andere rondes is het wat minder. Ja, vakantietijd, John. Maar het valt allemaal mee, hè. Ja, het valt allemaal mee. Maar het is allemaal even wat rustiger in. In deze periode, ja, dat is al wel wat jaren hetzelfde. Maar oké, dat maakt niet uit. We maken er gewoon er heel veel weer een leuk rondje van maken. Ja, dat doe ik in het EMR rond ook. Ja, dat is even wat rustiger. Maar ja, dat weet je in deze periode. Ja. Maar oké. Okay. Nou, je hebt het in ieder geval hartstikke druk. Moet je inhaalwerkzaamheden doen? Ja, dat heb je als je in slaap valt. Met een bak koffie. Ja, dat is op zo'n moment. Ja, ik wil van jou horen dat je om 2 uur s'nachts moet beginnen voor, het tijdsverschil, de tijdzones. Ja, dan is het ook niet helemaal vreemd dat je dan in slaap valt, John Houwer. PA6E, PD1HPB. Ja, maar dat is nog wel voor een periode. Het is niet zo dat ik, zoals bij mensen met wisselend werk, steeds verander. Ik kan er voor wat betreft mijn leeftijd, de meeste mensen, als ze ouder worden, kunnen ze er slecht tegen. Maar ik kan nog best wel goed tegen onregelmatig slapen. Hè? Dus dat is wel mazzel, want dat overkomt me redelijk vaak. Nou, misschien kan ik er ook wel tegen, omdat ik dat al heel lang zo heb. Ik heb allerlei problemen met die slaapgerelateerd zijn. Ik heb slaapapneu en een syndroom wat slaapinertie heet, wat bijna geen arts zelfs kent. Maar het bestaat toch echt, want bij de luchtvaartmaatschappijen houden ze er rekening mee, omdat er nogal wat ongelukken door gebeurd zijn, dat piloten zich niet konden concentreren en het niet in de gaten hadden. Dus ja, wat dat betreft heb ik een hele historie en een hele gebruiksaanwijzing die ik ook steeds beter leer kennen. Dus wat dat betreft is wel het voordeel, als je wat ouder wordt, dan kun je er steeds beter mee omgaan. Er is een hele tijd geweest dat ik 3 uur slaap genoeg had. Dat is op zich wel een voordeel, want dan kun je heel lang actief zijn. Dat werkt ook echt zo.
Ik had geen enkele last van slaap als ik 3 uur geslapen heb. Momenteel is het krap 4 uur. Als ik 4 uur geslapen heb, is het goed, hè? En als ik 2 uur meer geslapen heb, dan is het nog net iets beter, maar dat scheelt niet zoveel. En nog langer slapen, dan voel ik me uiterst beroerd. Dat moet ik absoluut niet doen. Dus ja, dat is een beetje de gebruiksaanwijzing. Even denken, wou ik nou nog wat zeggen? Ik weet het niet. Ik word voortdurend in de reden gevallen door een kat. En wat een beest nou moet, ik heb geen flauw idee. Lastpak. Soms. vooral als ik geen tijd voor er heb. Microfoon naar Frans. PD4 Fox Mike Juliet. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Dienstenronde. Attentie Frans, PD4 Fox Mike Juliet, PSS Echo. Ja, ik ben nog steeds hier, hè. Had je mijn vorige doorgang, had je die meegekregen zo? Die doorgang een paar seconden geleden was niet, maar anders wel. Tenminste, als je niet dubbel gezeten met iemand, maar op het moment dat je dus... wat je gezegd hebt volgens mij was dat ik moest opschieten met het bestand online zet. Maar ik heb een hele uitleg gegeven waarom dat soms niet lukt. Ga je gang, Frans. Die uitleg heb ik helaas gemist, want toen zat je dubbel met een zeker door Patrick. Oké, ja, dat gebeurt soms. Hè. Daar kun je soms ook niks aan doen, dus wat dat betreft treft niemand blaam, hè. Ja, nee, het gaat soms gewoon niet met qua werk, Frans. Dus dan lukt dat gewoon niet. Ik heb vorige week woensdag mijn radioprogramma wel gedaan in de VS, maar de week daarvoor ook niet, uit tijdgebrek. En dat zijn dingen die toch eigenlijk wel voorgaan, ook op een ronde. Dus ik ben toch wel 10 minuten, kwartier bezig om het online te zetten. En om het goed te maken heb ik hem vorige week op YouTube gezet. Ik kan dat niet elke keer doen. Het voordeel is dan wel dat je dus ook de inmelders in beeld kunt zetten en zo. Hè? Dus dat is wel, op zich is dat wel leuk. Dan kun je informatie erin zetten van wanneer de dienstenronde is en dat soort dingen. Op zich is dat wel grappig, maar het is veel, nou niet eens veel werk, maar veel werk waar je goed moet opletten. Want je moet een videobestand maken en als je niet oppast, dan moet je daar 2 uur op wachten of zo, hè, voordat het allemaal online staat. En je moet telkens opletten, dus allerlei stapjes tussendoor doen en daar ben ik niet goed in. Ik ga snel aan het volgende klusje verder. En, nou zit ik met een dilemma, want ik weet niet zeker of Marcel PS7MB zich voor de lijst alleen had ingemeld of dat hij ook echt de microfoon wil. En voor de zekerheid krijg je de microfoon, Marcel. PS7 Mike Bravo, dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Dienstenronde. Ja, oké, prima. Papa Alpha 6 Echo. Dienstbare ronde, PA 7 Mark Bravo. Nee hoor, ik zit ook inderdaad op de achtergrond gezellig mee te luisteren. Ik ben eigenlijk ook moe en voldaan van deze drukke QRL-dag. Dus ik ben eigenlijk ook altijd met het bedrijf bezig. En ik had eigenlijk net ook even een bordje eten op. Ik denk, joh, laat ik maar weer eens even luisteren naar de D-Star ronde. Dus vandaar, joh. Ja, dus ik zit leuk gewoon, ik heb hem op de achtergrond mee staan en ik zit lekker mee te luisteren. En ik hoor inmiddels ook weer wat bekende. Ja, ik dacht dat onze Belgische vriend eigenlijk ook de ronde zal leiden. Dat moet je nog maar eventjes laten weten. Of is die er inmiddels mee gestopt? Microfoon even terug naar jou, hè. Papa Alfa 6 Echo van PA 7 Mike Bravo, D-Star onder. Ga je gang. Adeltje Marcel, dit is een beetje treurig. De ronde die is gedaan door 4 mensen en ergens rond februari zouden Jurgen en ik samen doorgaan. Maar Jurgen is, voordat hij ooit een ronde met ons tweemanschap heeft kunnen doen, is Jurgen helaas overleden. Plotseling. Dus Jurgen was een van mijn beste vrienden. Dus dat hakte er bij mij ook nogal in. En hij was natuurlijk nogal een karakteristieke figuur. Een van mijn radio, of is een van mijn podcasts die ik vaak met hem samen gedaan heb vorig jaar. Die beëindig ik nog altijd met ter herinnering aan de Joker van België. PO en 3JVB, de Joker van België.
Ja, ik eigenlijk wel, ik was natuurlijk geschokt. Maar vanaf het begin weet ik, ik weet dat Jurgen niet wil dat we daar heel treurig over doen. Ik heb natuurlijk ook verrekt leuke tijden met hem gehad. Hè. Kijk maar eens op zijn site die er nog steeds is, on3jvb.wordpress.com. Dan zie je wat voor iemand dat het was. Hè. Dat, prachtig. Zijn vriendin die mailde me pas, hij had een geweldige hekel aan de eikenprocessierupsen. En vorig jaar had hij een concept verzonnen voor een restaurant waar je eikenprocessierups kon eten met allerlei voordelen van die beest. Net iets idioot wat Jurgen altijd zou bedenken. Hè? Dus ja, ik, hoe zeg je dat, ik koester me in de vreugde dat ik de vrolijkheid die hij in de jaren of 7, 8 dat ik hem gekend heb in mijn leven gebracht heeft, die is ongekend gewoon. Dus ik ben erg blij dat ik hem gekend heb. Hij had alleen nog gewoon nog jaren mee moeten gaan. Hè? Hij is overleden aan een verwaarloosde kaakontsteking. Hij dacht dat hij wel beter zou worden. En toen is hij daar dan overleden plotseling. Ik hoorde wel dat het steeds slechter met hem ging. En ik heb nog geprobeerd hem te overtuigen naar de dokter te gaan. Maar hij zei zelf dat hij in het ziekenhuis geweest was en zo. En het zou wel overgaan. En ja, twee dagen daarna, toen was hij er niet meer. Hij is nog bij de D-Star-ronde geweest. Toen was hij heel ziek. En de donderdag of de vrijdag daarna, nee, de donderdag is hij inderdaad overleden. Ja, dat was heftig. Dus voor mij is dat een reden om echt me fanatiek in te zetten voor die ronde. Want we zouden dat samen doen. Het is ons project een beetje, dus ik moet daar verantwoordelijk mee omgaan. Hè. Ja, het is niet anders. Triest. Maar hij was een prachtig figuur en zette zich voor de goede dingen op de goede manier in. Hè. Jawel, microfoon nog even terug naar jou, Marcel. Ik snap dat bij jou waarschijnlijk ook hard aankomt. Hè, van PSS Echo. Oké, even met een kiertje. Tot 5:30 Echo, hè. Zee, daar schrik ik van, joh. Daar schrik ik echt van, hè. Ja, daar ben ik best wel daar ben ik ook zo van aangeslagen, joh. Jee, ik weet niet waar ik hoor, joh. Ja, ik ben ook even een tijdje niet actief geweest vanwege het QRL. Ik werk ook voor mezelf, dus nou, ik ben er gewoon 6 dagen in de week mee bezig. En dat bedrijf van ons, dat bestaat over 5 jaar, 100 jaar. Dus daar blijven we gewoon voor gaan. Maar ik ongelooflijk zeg, ja. Nou maakte ik gisteravond al het een en ander mee wat ik eigenlijk te horen kreeg. En nu dit weer, hè? Ja, Jurgen. Nou, ik heb hem ook een paar keer op andere frequenties gesproken. En dat was altijd wel een hele gezellige gozer. Ik moest inderdaad ook altijd om hem lachen. Ja, hij had toch iets. En over wat je net zegt over die processierupsen. Ja. Nee, ik schrik er gewoon van. Hè. Ik ben daar gewoon eventjes goed van aangeslagen. Ja. Dus ik weet niet beter of dat hij toen die ronde met jou zou gaan doen. Ik heb me toen nog eens februari of maart, meen ik. Heb ik me ook nog eens een keer 's avonds ingemeld. Ja, dus triest. Dat vind ik heel triest, hè. Dus een goede gozer. Ja, zeker. Echt een hele goede gozer. En die had zeer zeker, kijk, je gunt het niemand, maar die had zeer zeker nog een hele tijd mee moeten gaan, joh. Ja, en dan zie je het maar, een ontsteking, dat je daar toch ook weer aan kan overlijden, hè. Maar dat, wat betreft onze grote vriend, dat had ik dus nog niet meegekregen. Nou, ik stuur hem heel snel terug naar jou. Ga lekker door met de ronde. Ik neem nog even een bakkie. En ik meld me volgende week ook wel weer even in. Hè. En misschien dat het toch ook weer eens over wat technische dingetjes qua D-Star kan gaan. Dat vind ik ook altijd superleuk. En er zijn altijd toch weer andere mega-amateurs die er net weer even wat meer van af weten. Maar nogmaals, heel triest verhaal van Jurgen. Ik ben er echt van aangeslagen. Hè? Microfoon terug naar jou. Papa Alpha 6 Echo.
Deepstar 100 van PL7MB, ga je gang. Ja, Roger, dit is Persis Echo. Ja, ik was zelf min of meer verdoofd. Ik denk dat ik een week of acht niet verdrietig was. Ik was gewoon, ja, ik voelde gewoon niks. Ja, ik denk zeker wel een week of acht. En toen kwam het ineens los. Dus dat is echt nog, ja, dat is wel weer een poosje geleden. Maar toch, hij is volgens mij of de laatste week van februari of de eerste van maart is die... Is hij overleden, als ik me dat goed herinner. Maar ergens in die buurt. Ja, dat is natuurlijk heel onverwacht. En hij vroeg me 2-3 dagen voor die laatste ronde vroeg hij of ik het kon overnemen. Omdat hij zich toch niet lekker voelde van die kakelsteking. Ik sprak hem heel vaak, hè. Via de mail op mijn eigen chatkanaal wat ik heb. Waar je ook voor deze ronde kunt inmelden trouwens. En ja, ik sprak hem gewoon echt meerdere keren per dag vaak. En over van alles. Dat is wel hobby gerelateerd. Maar ook op privé hebben we belden geregeld. We kennen elkaar dus vrij goed. Ik heb hem nooit in het echt ontmoet trouwens. Maar ik noem hem wel een van mijn beste vrienden. Want dat was hij gewoon echt. Vanaf de eerste seconde gewoon. Ik kwam hem tegen op NOS. In de tijd dat ik daar de Daily Minutes deed. En vanaf de eerste seconde zaten we op één golflengte. Dat was echt geweldig. En we hadden 2-3 woorden nodig. En dan waren het. Mensen zeiden wel van nou, hij liep mij achterna. Maar dat was heel allerminst zo. Ik bedoel, het was gewoon zo dat we alle twee gewoon hetzelfde dachten vaak. Dus terwijl we toch totaal verschillende persoonlijkheden zijn. Hè? Maar dan ook diametraal verschillend. Maar we waren het altijd eens. Dus, ik geloof niet dat ik ooit ruzie met hem gehad heb. Maar En we hebben dus volgens mij in augustus vorig jaar hebben we dus de ronde zijn wij toegetreden tot het team. Want en ik snapte dat wel, KZU en TSL die wilden toen naar 1 keer per 4 weken gaan. Maar ik dacht van nou, dat is het einde van de ronde. En ik vond toen dat ik qua tijd dat niet kon doen om de ronde in mijn eentje te gaan doen. Dus heb ik Jurgen gevraagd van joh, maar Joren, je hebt ook zo'n D-Star-apparaat. En hij was pas net QFV, want hij had op een gegeven moment eigenlijk heel lang heeft het geduurd voordat hij zijn spullen een keer ingesteld had. Ik zat er wel steeds bovenop, maar dat gebeurde steeds niet. Ik zei, nou, jij zit ook op D-Star en je vindt dat leuk, dus ben jij niet dan ook? Nou goed, toen zijn wij toegetreden, toen waren de 4 onderleiders. Nou ja, toen stopte ergens in februari, we gaven TSL en KZU aan, dat ze mee wilden stoppen. En nu zie ik iets vreemds met mijn computer gebeuren, wat niet hoort te gebeuren. Hij gaat ineens in een soort beeldscherm dempen, maar goed, ik kan het nog wel zien. Maar goed, wij zijn toen met z'n tweeën doorgegaan en ja, toen gebeurde dit. Het is een grappig voorval. Je kunt het ook op de site, kun je daar nog een foto van zien. Ik pak hem nog even terug, dit is PSS Echo. Website on3jvb.wordpress.com dus. Maar toen die mondkapjesplicht net inging in België, dat was net iets eerder dan in Nederland. Toen stapte hij de lokale drogisterij binnen met zo'n military grade gasmasker op. En iedereen wist nou meteen dat Jurgen dat was, dat het geen overvaller was. En iedereen was zo, oh ja, nee, mondkapje. En hij had maar een gedeeltelijk, hij had dat masker, ik voor mij een keer in de dump gekocht. En hij had een aantal onderdelen van het masker, die zaten er niet bij. Die heeft hij toen met een 3D-printer heeft hij die nagemaakt. Geweldig. Zo'n full-face masker, hè? Maar ja, helemaal natuurlijk in een klein plaatsje. Iedereen wist meteen dat het een Jurgen was. Dus dat was geen probleem. Ja, magnifiek. Er staan nog heel veel dingen van hem online. Onder andere op mijn site, op mijn YouTube-kanaal staat ook nog bijvoorbeeld de koningsronde die hij deed en dat soort dingen. Dus als je zijn stem wilt horen, dat kan allemaal nog. En we hebben tussen augustus vorig jaar en oktober of zo, hebben we een stuk of 7 avondvullende uitzendingen gedaan op mijn internetstream. Jurgen en John houden een soort van gesprek over de hobby, over het leven en over... En die staan er ook allemaal op, hè? Volgens mij ook allemaal op YouTube nog, of op 1 na allemaal. Dus maar dat was echt hilarisch. Dat was gewoon radiokwaliteit geluid, hè? Althans, Jurgen aan de telefoon. Die ga ik zeker nog een keer terugluisteren, want het was toch wel erg leuk, die gesprekken met hem toen. En we hadden het plan om dat opnieuw op te vatten, dus dat zouden we eigenlijk kort daarna doen. Ja, dat is er dus niet meer. Ik heb nu geen duo-presentator meer, hè? Dus wat dat betreft helaas. Hij was geen sidekick, hij was gewoon een gelijkwaardig teamlid. Hè?
En dat gebeurde heel spontaan, die uitzending. Ik zat gewoon een uur of drie kwartier te praten en dan belde Jurgen ineens op. Nou goed, dat was wel ongeveer afgesproken, maar zo van heel toevallig Jurgen aan de telefoon, hè. Ja goed, Marcel, ik ga hem naar de volgende doen en dat is, dan ga ik me zo ook uitmelden wat ik al aankondigde. En dat is Patrick, PD2TK. Patrick, ga je gang van Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, John. Ja, je had mij er al uitgehaald, hè. Dus, maar goed, ik hoorde dat je er ook zo direct een eind aan gaat draaien. Dus dan wens ik jou in ieder geval nog een hele fijne avond toe. En bedankt voor het leiden van de ronde. Ik heb even lekker mee zitten luisteren. En ik wens alle andere centamateurs en luisteramateurs eigenlijk ook nog een hele genoegelijke avond. En laten we hopen dat de zomer weer even dichterbij komt. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ja, nooit de mooiste dingetjes vergeten van dat soort mensen. Want daar kun je alleen maar leuk over nadenken. Hè? De vervelende dingen moet je maar gewoon lekker achter je laten. En ik kan daar heel goed over mee praten. John, dankjewel. En leuk je weer even gehoord ben. Ik denk dat ik volgende week ook wel weer even aanwezig ben. Of ja, ik weet niet of dat het één keer in de vier weken is of wat ook. Ik hoor het wel eventjes, John. Papa Delta 2 Tingo Kilo, onderdankzegging. Papa Alpha 6 Echo. Ja, Rotje, ja, ik ga hem dus nu inderdaad afsluiten. Ik ben tevreden over het aantal inmelders hoor, want ik bedoel, zeker gezien de vakantieperiode is dat toch niet, is het op 11. Maar dan smokkel ik wel door twee mensen van internet erbij te halen, maar ik vind 9 ook niet gek hè. Dus wat dat betreft is dat zeker goed. En ik ben ook niet ontevreden over het technisch gehalte, hoewel we vorige week veel meer techniek hadden. En dat is ook wel de doelstelling een beetje. Ik heb een motto voor de ronde, dat heb ik eigenlijk nog niet verteld. Gewoon ouderwets over techniek praten. Dat is het motto van de ronde. Dat vond ik wel een leuke. Die had ik bij de opname op internet de vorige week bijgezet, zo spontaan. Maar gewoon ouderwets over techniek praten, dat is de dienste ronde. Maar ik ben niet ontevreden ook wat techniek betreft, want Wim heeft aardig wat over techniek verteld hoor. Ik weet niet of je er toen al was, Marcel, maar het ging er echt diep op in. En dat was erg interessant, vond ik. Dus wat dat betreft geen mopperen. Ik vind het een erg leuke ronde. Heel zinvol. En we hebben het even over Jurgen gehad, wat ik ook wel fijn vind eigenlijk. Dus, de positieve ding. Ik denk dat Jurgen dat niet anders gewild had, hè? Dat we het op deze manier over hem praten. Dus dat is hartstikke goed. Iedereen bedankt voor het meedoen. Het is elke week. Je kunt je inmelden op het chatkanaal. Dat kan als je via Mattermost kunt inloggen van Hobbyscope. Dan moet je zijn bij het kanaal Daily Minutes. En ik heb ook nog een chatserver op IRC. Dat is deltamike.shorties.bravoecho. En Shorties is S-H-O-R-T-I-E-S. Maar als je dat wilt weten, stuur me dan een mailtje. Maar Shorties, even kijken, deltamike van Daily Minutes.shorties.bravoecho. En dan moet je het kanaal hebben Daily Minutes met een hekje ervoor. Daily Minutes aan elkaar en dan een hekje ervoor. Maar als je dat uitgespeld wil hebben, stuur me een mailtje aan x-xdv.me. Die is in ieder geval korter. x-ray@xraydeltavictor.mikeecho. En dat adres dat staat op veel plekken. Dat staat ook onder elke post van mij op onder de call PNL-ETE op centamateur.com. Daar kun je hem aanklikken. Goed, iedereen bedankt voor het meedoen. Voor deze bewogen ronde. En tot volgende week. Dit is Papa Alpha 6 Echo. En vergeet in de tussentijd niet om dienstdagcurso's te maken, want dat is ook wel van belang. Ja, oké, John. Nee, zeker, hè. Moet ook niet zo vallen gebruikt. Ook wel andere modus trouwens, of. Waar je gebruik van maken. Oké, hey. Is John, werkt er nog even? Je hebt nog even een klusje te doen. En dan, ik heb alleen met plezier al meegedaan, heel de ronde dus. Ja, zeker weten. Heel prettige avond. En dan gaan we elkaar zeker weer spreken in de volgende rondje. Hey, groetjes John, PA6-1 van PD1 APB. Rotje, groeten allemaal en ook PA3FKM en Papa Alpha 11301 die op het chatkanaal waren. Ook hartstikke bedankt voor het meedoen. PA6 Echo, en ik ga sluiten. Groeten allemaal. PA6 Echo. Bedankt John voor het blijven van de ronde. Tot volgende week van Papa Golf 5 van Sony Olima. Ik ga toch nog een keer binnenkort, staat mijn antenne weer, dan ga ik proberen om je op 70 megahertz te werken. Dan moet je wel naar FM komen. Hey, groeten.
PA0 Whisky Precies Bado. Ik heb lekker mee zitten luisteren, John. Mijn complimenten. Hey Willem. Nou, dan ga ik je er ook bij zitten op de lijst, hè. Hey, de groeten. Ik weet niet of dat overkwam, maar ik zei, hey Willem, en ik schrijf je er mooi bij op de lijst, hè. En voor wie dat niet weet, Willem is iemand die ik tegenkwam in de eerste maanden dat ik centamateur was, op 145 rond, destijds. De frequentie van Midden-Nederland, tot er een repeater op kwam. Willem de Groeten van PSS Echo. Ja, oké, John, ja, we hebben het er nog wel even over. We zullen een keertje daar een weet het over maken. Ja. Maar goed, dat gaan we nu niet doen. Want er zitten nog meer op het flinke touwtje. Ik zou zeggen, groetjes. John. En een leuke uitzending. En graag tot de aankomende week weer, hè, natuurlijk. PA0 Whisky Brigitte Bardot. We sluiten met je. Ja, groeten Willem. En er zijn nog wel wat mensen uit die periode die ik ook nog wel geregeld spreek. Hè? Onder andere Jules en Peter Meijers, die spreek ik ook nog wel eens. Die was er toen ook al, hè, met zijn PE0 call toen nog. En nog wel meer eigenlijk. Willem, groeten. Iedereen de groeten. PSS Echo. Ja, John, bedankt voor het aanleiden van de ronde. Papa Delta 3, Papa Victor Oscar. Over. Ah, maar ik zet jou er ook op. Hè? Ben je nummer 13? Hey Peter de Groeten, ik moet echt vandoor, want het is 9:30. Ik moet echt gaan vertalen, anders wordt het vanavond weer laat. Hola, dan val ik morgen middag weer in slaap. Hè? Groeten, PSS Echo. Ja, is goed, John. Hebben ze een plaagstootje. Hij werkt later PD3, PVO, Curie, hoi.